Hallo mijn lovies, welkom bij een nieuwe vlog. Gisteren heb ik niks gedaan. Ik ben naar buiten gaan om te eten en ik ben even met mijn vriendin bij. En ik heb lekkere nachos besteld. Ze zijn zo yummy. Ik heb al een bite genomen. En lekker water met citroen. En ik ga hier nog even zitten en lekker relaxen. Het regent echt te veel om te gaan winkelen op de markt. Maar het is echt leuk. Wat jullie zagen, het laatste was dat ik bij Effinghut ging eten. En daarna ben ik gewoon direct terug aan het hotel gekomen. Het was te slecht weer, zoals ik jullie al vertelde, om naar de markt te gaan. Maar vandaag ga ik naar de mall. Ik ga naar de Phoenix. Mall. Dat is een hele grote mall hier in Mumbai. Ik ben hier al een keer geweest. Vorige keer toen ik kwam, ben ik daar even langs geweest. Alleen, ja, toen had ik ook geen kilo's qua koffer. Voor mijn koffer. Dus ik had niks gekocht. Maar ik wil wel even langs de Sephora gaan. Voor mijn make-up vandaag heb ik eyeshadow van Huda Beauty Palette. Ik heb vandaag de Huda Beauty Rose Gold palet gebruikt. Rose Gold. Ja, de Rose Gold Remastered. Die daar. Deze. Dus yes, dat is de eindlook voor vandaag geworden. I'm really digging a full face. Echt, de laatste dagen vind ik een full face met make-up echt top. Ik voel me echt popping. Nee, maar ik vind het echt leuk. I don't know. Ik heb het een hele lange tijd niet gedaan. Lekker full face. I like it. Oké. Okay. Jelly. Tasje is ready. En let's go. Doe ze daar als dijk, ja? Oké. Okay. Oh my. Oké, ik ben met een mol. Phoenix Market City heet het. Kijken of ik wat leuke dingen kan vinden. Kijk, zo ziet het eruit van binnen. De eerste winkel waar ik ben is Forever 21. En ik heb de eerste item al aan. Dat. Oké, ik ben net naar wat winkels geweest. Ik heb ook wel wat dingen gekocht. Maar het is zo dat ik nog niet echt leuke jurkjes heb gevonden. Ik ga nu wat eten, want ik heb echt honger. Maar in deze mall hebben ze letterlijk alle winkels van Europa, bij wijze van spreken. Ik bedoel, we zijn nu wel natuurlijk in Mumbai. Maar alsnog, je ziet de Zara. Alleen de prijzen hier zijn 2-3 keer zo hoog. Ik zie daar de H&M en Sephora. Dus ik ga kijken waar ik ga eten. En dan laat ik jullie wel weten waar ik heen ga. En waar ik uiteindelijk beland. Maar trouwens dat, die winkel. Oeh, daar wil ik wel even heen. Forest Essentials. Dat is een winkel met allemaal natuurlijke producten van India. Daar heb ik echt... daar heb ik een aantal items gekocht toen ik in Sri Lanka was. Als ik het goed heb. Even kijken. Nee, deze is net wat anders dan wat ik gezien heb. Hey. The, which one? The saffron, I mean. It's very good for acne. And with aloe vera gel. And this one, light it. Oké, waar ik ga was Sri Lanka, heet het trouwens Forest Essentials. Dat is net wat anders. En ze hadden een paar dingen aan.
aangeraden. Oh my god, ze hebben hier een Innisfree. Kijk eens. Right there. Dat is mijn favoriete skincare winkel van Singapore. Oké, ik ben hier bij de bovenste verdieping. En je hebt hier allemaal restaurants. Ik weet niet wat ik wil eten, maar ik ga even een rondje lopen en lekker ergens zitten om wat te smikkelen. Oké, ik ben nu bij Chang & Co gekomen om te eten. En zij hebben best wel lekker, ik kan zeggen Aziatisch eten, omdat de Asian Kitchen staat. Maar India is natuurlijk ook Aziatisch. Ik ga even kijken wat ik wil. En dan laat ik jullie mijn bestelling wel zien. Oké, ik heb dim sum besteld en pad thai. Ik zit nu lekker aan tafel. Cola zero'tje. Ik ben nu een paspoortje shopper aan het opnemen. Dus dat komt binnenkort al wel online. Veel eerder dan deze vlog, denk ik. Dus ja. Ik laat de link ook wel in de bio, dat jullie dat ook zien. Van wat ik allemaal geschopt heb vandaag. Ik heb overal schattige kindjes die ik wil opeten. Oh. Nou, mijn pad thai is er al. Het ziet er lekker uit. Het is echt lekker met groente erin. Ik heb vegetarisch genomen. Lekker. Oké, dit is jurk 2. Oh, hij is echt heel mooi. Heel lang en flowy. Dit is het patroontje op Tito Peppa. Oké, jongens, ik ben thuis. Ik ga de vlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Geef zeker een duimpje. Subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie weer in de volgende vlog. Doei!